Waar gejaagd wordt, krijg je kritiek. Dus de kritiek komt altijd. Gaat dat, hoe ver gaat dat? Dat gaat tot doodsbedreiging aan toe. Nieuws. Nou, het is echt extreem vroeg in de ochtend, maar ja, niet voor niks. We zijn afgereisd naar de Reewijkse plassen. We gaan mee met jagers vandaag. En daar vindt iedereen wat van, maar deze jagers gaan ons alles vertellen vandaag over het jagen. Goedemorgen. We gaan mee om te jagen. Waarom? Omdat ik je uitgenodigd heb om te laten zien wat ik doe. We gaan dus eigenlijk gewoon nu dieren neerschieten. Nou, dieren neerschieten vind ik wat overdreven. We gaan beheren. Nou, we zijn nu op het water. Wat is nu precies de bedoeling? We zijn aan het rondvaren om te kijken waar er eventueel ganzen vliegen. En nou ja, het is dan de bedoeling om er eventueel te gaan schieten. Maar waarom dan? Omdat er te veel ganzen zijn en ganzen moeten beheerd worden. Het is ook een beetje zielig voor die dieren, toch? Nou, ik denk het niet. Zijn ze lekker een stukje aan het vliegen? Mooi weer vandaag, 23 graden straks. En in één keer worden ze door hun hoofd geschoten. Ja, nou, door hun hoofd of door hun hart. Maar het is niet zielig, want ze merken er niks van. De rest vliegt gewoon door. En hij lijdt niet. Want is het dat echt, de bedoeling is natuurlijk om hem zo pijnloos mogelijk af te schieten. Ja, en hij vliegt, hij weet van niks. En daar gaat hij. En dan halen we hem op en dan slachten we hem en dan eten we hem op. We eten hem ook zelf op? Ja, we slachten alles en we eten alles zelf op. Ik vind jagen ook een ambacht, want het is niet iets wat je zomaar doet. Ik heb het overgenomen van mijn vader. Ja. Mijn vader weer van zijn vader. Nou, dat geldt voor Wilco ook. En als je niet beheert, dan zou je al deze soorten die je nu ziet helemaal niet meer zien. We gaan hier in de bosjes verstoppen en dan gaan we... Stoppen, ja. Ja. Gaan we ze pakken. Nou, het geweer is tevoorschijn gehaald. Het geweer is tevoorschijn gehaald. We gaan er zo een patroon op doen. En we staan hier achter een rietkraag waarachter wij ons goed weg kunnen... Vol met muggen? Vol met muggen. Dus het gaat heel slecht met de natuur in Nederland. We hebben bijna geen insecten meer. Of hier? Helemaal lekker. Hier zitten ze allemaal. Hier zitten ze allemaal, op de vierkante meter. En nu gewoon wachten dan, denk ik. Het is een soort vissen eigenlijk. Het komt bijna op hetzelfde neer. Ja, inderdaad. Wat hebben we nu geschoten? Een koutje. Een koutje? Een koutje, ja. Ja, schadelijk wild. Okay. En die mogen we schieten. En die wordt nu door de hond opgehaald? Dat we zo door de hond ophalen. Okay. Ja. Dat is braaf. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Goed. Goed, nou, dat is raar. Nou, daar is die. Daar is die. De vangst. De vangst van vandaag. Wat hebben we? Wat was het? Het lijkt wel een soort kraai of zo. Het lijkt op een kraai. Het is een kou. En dat is een soort die behoorlijk wat schade levert aan zowel in de landbouw. Ja. Plastic pikken ze open van voerkuilen. Rieten daken halen ze kapot. Het zijn echt slopers, zeg maar. En ja, ze plunderen ook nesten. Ja. Dus deze mogen geschoten worden. Er zijn ook mensen die kijken nu en die, ja, die vinden het allemaal maar heftig, hè? Dat schieten op dieren. Ja, dat is voor bepaalde mensen misschien heel heftig. Maar voor mensen die buiten wonen in een dorp, die weten precies hoe het hier aan toe gaat. Ja. En dat dit moet, want dit gebeurt al zo lang dat wij hier beheren. En daarmee houden we dus andere diersoorten op peil. Hè? Dus we zorgen voor een beetje veiligheid voor andere diersoorten. Anders heb je straks alleen maar kauwen en kraaien. Ja. En de rest van de zangvogels zijn verdwenen, want ze halen alles leeg. Krijgen jullie wel eens kritiek online of offline, in de mail of waar dan ook? Waar gejaagd wordt, krijg je kritiek. Dus de kritiek komt altijd. Gaat dat, hoe ver gaat dat? Dat gaat tot doodsbedreiging aan toe, ja. Maar ja, daar liggen we niet zo heftig. Ja, dat is heftig, maar daar leer je wel een beetje mee leven. Dat is de maatschappij tegenwoordig, hè? Ja, eigenlijk niet. Ik leer er nooit mee leven, want ik vind het een beetje raar dat mensen denken dat ze dat kunnen zeggen. Ik snap dat mensen het niet leuk vinden, maar dat is een ander verhaal. Ja, wat zit mensen dan vooral dwars? Wat geven ze aan? Wat vinden ze zo moeilijk aan? Dat je zomaar iets kunt doodmaken. Ja. Maar ja, er zit een heel plan achter. Het is niet zomaar. Dat hebben jullie inmiddels wel begrepen, denk ik. En daarom vertellen we het ook. Voor de mensen die kijken en die nog steeds niet overtuigd zijn, wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Nou, kijk achter je. Daar zwemmen onze eigen eenden. En als je iets wil weten, ik heus niet iedereen moet gaan jagen, maar ga gerust mee of stel ons vragen. Nou, heb jij nou na het kijken van deze video zoiets van, nou, ik heb een geweldig idee voor jullie? Laat het dan even weten via redactie@poon.tv en vergeet ook niet te abonneren.